Hallo beste kijkers van Fish, Bauke hier weer met een nieuwe video met vandaag weer een nieuwe aflevering van Random Class Generator. We gaan een potje Team Deathmatch op de map Terminal spelen en dat komt mooi uit, want we moeten met een Sniper Class gaan spelen. Terminal is wel een echte sniper map. Dit is de class waarmee ik moet gaan spelen, Barrett 50 caliber met slechte attachments, web proficiencies en perks. We staan 9-41 achter, dus ik denk dat we nog wel kunnen winnen. Wat slaat het nou weer op dat ik in dit potje word gegooid? We hebben maar liefst 6 helikopters tegen. We staan dik achter. Ik zie hem niet. Die gast die op mij schoot. What the fuck? Hoe kun je zo slecht gaan? Wat is dit voor team? 3 om 11. 1 om 12. 0 om 7. Ja, dat helpt niet mee. Oh ja, iemand bij de vijand heeft bijna MOAB. Staat 18-0. Of hij speelt met assault. Wat doet hij? Was dat die gast? Dat was die gast die 18 om 0 stond. Lol, hij stond gewoon stil en ik kill hem en nu gaat hij lieven en nu vliegt het padje eruit. Wauw, oh nee, het padje vliegt er niet uit, maar ik ben nog de enige gast die erin zit. Waar slaat dit op? Wauw, dit vond ik wel echt mooi, dat ik dit op camera heb, gewoon op beeld heb. Lol, hij stond dik flawless en ik kill hem en hij is boos en hij rage quit en de hele lobby vliegt eruit. De joiner wel weer nieuw, hè? Dat is wat jammer. Ik had liever dat het enemies forfeiting was en dat we dan wonnen omdat er geen enemies meer waren. Dat gebeurt dan namelijk. We gaan nu waarschijnlijk alsnog verliezen, want we staan 12-49 achter. Dat is een beetje veel om in te halen. Het lijkt nu ook. Als het goed is ben ik host, want ik was de enige nog in de lobby. Ja, ik heb nu 4 waar, maar ik weet niet waarom het dan lijkt. Ja, het lijkt nog steeds. Oké, kunnen we? Hé, hey, er zitten dus alweer vijanden in, want een teammaat maakt een kill of een enemy. Niet. Ah! Nee, shit! Ik ben gekilled door Lars97. Dat switchen naar je secondaries. Dat duurt echt veel... Hé, hey, ik heb hem. What the fuck? Ik had echt het idee dat ik dik boven hem schoot. Maar ik vind het prima. Heb je hem, teammaat? Ja, lekker. Die heb ik. Oké. Laten we die comeback maken. Dat zou ik wel echt vet vinden, als we nu een comeback gaan maken. Och, staat hij daar te headlitch camp? Wauw, Blind Eye en Assassin, wat ben jij? Hij is, wat voor prestige is hij? 14e is dat toch of niet? Even denken. Ja, volgens mij is dat 14e. Ja. En dan gaat hij zo hard met stealth perks staan te campen. Dan heb ik echt zoiets van, what the fuck? Waarom zou je dat willen? Hoe ga ik nou weer dood? Oh, dit is een hacker. Deze is onzichtbaar, die heeft hacks. Hartstikke vet natuurlijk. Altijd weer die Duitsers, hè? Nou, hij staat 7 om 0, maar ik weet zeker dat het zo'n invisible hacker is. Doei. Ja, nu schiet hij me weer neer. Weer een hacker. Wauw. Ik ga dit padje lieven. Oh, ik was host. Hopelijk vliegt de lobby eruit. Want ja, ik ga natuurlijk niet tegen iemand spelen die ik niet kan killen. Dat slaat namelijk helemaal nergens op. Dus ik zie jullie zo in een padje wat ik wel kan spelen. Nou, daar ben ik weer. Ik heb een nieuw padje gezocht. En het is Team Deathmatch op lockdown geworden. Ik ga natuurlijk nog steeds met dezelfde class spelen. De challenge die ik even tussendoor heb bedacht is specialist bonus halen. Want ik vind het toch best wel... moeilijk om kills te maken met deze class, omdat je een ACOG scope hebt die volgens mij niet helemaal juist afgesteld is ofzo. Want soms heb ik echt het idee dat ik midden op iemand zijn borstkast schiet en dan krijg ik geen kill of hitmarker. En dan denk ik, wat? Hoe kan dat nou? Is dat iemand? Nee! Pro Fishing Boy 16? What the fuck? Ga lopen! Ga tenminste rechtop staan! Hij ligt daartussen die... ja, ik weet niet echt hoe je het moet noemen. Maar tussen dat kleine hekje door te kijken met zijn ersas of rassasas. Of hoe je dat wapen ook maar moet noemen. Het is in ieder geval die spam sniper die over de hele map heen hoort als je ermee schiet. Oké, ze zitten hier in het middelste gangetje. Oké, hier is er ook één. Nice. Lol, zit hier in een hoekje hoor. Ik hoor iemand. Ik dacht dat ik hier beneden ook iemand hoorde. Oh, dat is een teammaat. Oh, daar achter die auto. Zagen jullie hem? Oh, iemand RPG'de me. Maar ik was even niet thuis, gelukkig. Vangen. Oh, ik kon niet vangen. Hey, oh, chips. Het was me bijna gelukkig. Huh? Heeft deze gast me gekild? Hoe kan dat nou? Op mijn beeld ging het heel anders. Maar oké, het zal wel weer.
Ik dacht dat ik van achteren werd. Oh, ik had waarschijnlijk fall damage. Daardoor ging ik dood. Nou, ik weet het ook niet. Het maakt ook niet uit. Ik ben dood. En daarmee moeten we doen. Huh? Ik zie hem niet. Wauw. Gaat hij weer campen? Als je nou gewoon gaat staan, dan zien wij jou. En dan kunnen we terugschieten. Dat is wel zo leuk misschien. Hij ligt nu op het... Ja, teammate heeft hem genijfd. Wauw. Die gast is ook echt niet goed. Dus op zich begrijp ik het wel weer. Dat hij zich verstopt. Want ja, dan kan hij misschien nog een kill maken. Oei, dat was een enemy. Oh, huh, waarom zoveel punten? Oh, 300 kills ermee. Nice. Ik hoor iemand ofzo. Dankjewel. Hey, dat was een gast hier. Mijn nemesis, of hoe je dat ook maar noemt. Het staat altijd in dat after action report of zoiets. Hier moet er ook iemand zitten. Oké, die is naar beneden. Of hij zit daar boven. Nou, ik weet het niet. Ja, hij zit daar boven. Ben ik weer naar beneden gegaan en dan zit hij weer boven. Zo irritant. Oké, er komt hier een heen, volgens mij. Ah, is de UAV net afgelopen. Oké. Oh, huh? Van achter? Nou, hij was er onderdoor gelopen. Shitzooi. Daarom speel ik normaal gesproken altijd met een portable radar. Want dan kun je zien vanaf welke kant ze komen. En dan word je ook langs zo vaak niet in je rug gekild. Zit hij achter die auto? Oké, mooie timing om het raampje uit te springen, meneer de enemy. Ik hoor hem. Yes, ik heb hem gesievoerd. Oh, daar zit er een. Oh, die loopt nu net weg. Heb ik. Is dat iemand? Nee, dat is glas. Oh, hitmarker, shipzooi. Oké, hij zit hieronder, toch? Ja. Gelukkig had ik hem gepaint met Recon. Dat is dan wel weer handig. Kon ik mooi zien welke kant hij op keek. Oké, daar zit niemand. Even weer naar boven. Dan heb ik wat meer overzicht. Oké, zit sowieso top useless iemand. Maar laat hij zich ook killen? Dat is nog maar de vraag. Oh, mis. Hij is nu weg, denk ik. Oh nee, hij zit er nog. Ja, ik heb hem, hè. Oké, scavenger. De murderer 07 gaat daarheen. Dus ik ga hier even kijken. Ik weet dat er nog iemand zit. Hij zit erachter. Ja, ik zie hem wel, maar ik kan hem niet raken. Ja, ik heb hem. Headshot, nice. Volgens mij moet ik nog maar 1 of 2 kills. Dan heb ik specialist bonus. Volgens mij 1. Oké, lekker campen. Anders ga ik natuurlijk weer dood. Oké, ze komen allemaal daar. Dus ik ga even zo staan. En ik heb hem. Nice, specialist bonus. Nu proberen die streak zo hoog mogelijk te maken. Ik ga hier even blijven staan, want ik heb mooi cover. En als ze op me afkomen... Oh, ik schiet alles mis. Die heb ik wel, nice. Weer mis. Nou, ik snap het echt niet. Doei. Ik ben echt slecht met een ECOX-scope. Met een normale sniper vind ik mezelf nog best wel redelijk. Huh? Ik schoot hem in zijn pielenmuis. En ik krijg niet eens tripmarker. Nou, hij had weer assassin, dus ja, het zal wel weer. Ik sta 18 om 5, vind ik helemaal niet slecht. Als je beredeneert dat ik met dit speel, what the fuck? Een hipmarker machine? Oh, deze... Nee. Dit is zo erg, hè? Kill je... Of, ja, je killt hem eigenlijk. En dan gaat hij in final stand. Dus hij leeft nog, je killt hem dus niet. En dan killt hij jou. Wat is dit voor spawn? Check dit. Ik spawn hier nu. Wanneer je you in beeld ziet komen, spawn ik daar. Eigenlijk bijna recht in het gezicht van die vijand. Dat slaat nergens op. Gaat hij het trapje op? Nee. Ze hebben nu UAV. Oké, hij gaat daar zitten campen. Nou, shit. Oké, ik heb hem toch. Ondanks dat zij een UAV hadden, kon ik hem killen. Want hij was niet zo heel goed. Oh. Ik schiet alles mis. Ik kan het niet. Misschien die ECOX scope die maakt het er niet echt beter op. Ik kan beter gewoon niks. Op je... Ah. Nakt hij mijn kill. Ik schiet hem in final stand en dan killt hij hem snel. Je kunt beter niks op je sniper hebben dan ECOX scope. Zou ik zeggen. Het gaat echt nergens over. Hij maakt het schot alleen maar scheef, heb ik het idee.
Hitmarker. En je krijgt vet veel hitmarker. Oh. Nou, zat jij in het hoekje, jongetje? Ja! Lekker met assassin. Lekker in een hoekje. Hartstikke pro. Echt knap als je dan iemand kan killen. Ah, nice. Saved by the bell. 20 om 9. Nou ja, niet een hele goede score. Maar ja, het was ook met een waardeloze klas. Er zat wel één lekker leuk streetje bij waarop we ook nog specialist bonus hadden gehaald. Dus ik vind het wel een geslaagde video. Ik wilde ook nog even vragen of jullie toevallig ook zin hadden om een killstreakless nuke op Modern Warfare 2 te kijken. Die heb ik namelijk op mijn eigen kanaal geüpload een aantal paar dagen geleden. En die was nog niet zo heel erg vaak bekeken. En ik dacht, misschien vinden sommigen van jullie het wel leuk om die eens te bekijken. Hey, ik heb de, hoe heet het, camo? De Autumn camo unlocked. Dat is best wel nice. Op mijn sniper, maar ik had even een andere camo erop, omdat ik natuurlijk gewoon dezelfde camo erop zet als dat ik krijg met mijn random generated class. Maar dat wilde ik dus nog even zeggen. Ik vraag Vis anders wel even of ik de link naar die video op mijn eigen kanaal in de beschrijving mag zetten. Want ik denk dat het best wel bijzonder is als je een killstreakless nuke haalt. En dat heb ik dus gehaald en ja, misschien vinden jullie het leuk om naar te kijken. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet het blauwe duimpje omhoog voor Vis niet. Plaats een comment met wat je van deze video vond. Abonneer even op mijn kanaal als je mij nog niet kende. Link staat in de beschrijving. En dan hoop ik jullie bij de volgende video weer terug te zien. Later mensen, tot de volgende video.